Le Pen jaagt Frankrijk de stuipen op het lijf. Gevestigde orde in de politiek is nergens in Europa nog zeker van haar positie. En Pim Fortuyn en het nieuwe elan van Rotterdam. Goedenavond, welkom bij Nova. Het is een mokerslag voor ons en een verontrustend teken voor Frankrijk, zei de Franse premier Jospin vannacht nadat hij genadeloos op een zijspoor was gezet bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Het was Jean-Marie Le Pen, voorman van het extreemrechtse Front National, die voor een politieke aardverschuiving zorgde. Op 5 mei mag hij het nu in een rechtstreekse confrontatie om het presidentschap opnemen tegen de huidige president Chirac. Vanmiddag stond de verrassing van de Franse verkiezingen de buitenlandse pers te woord. En van kritiek wilde die niks horen. Al helemaal niks van kritiek uit het buitenland. Ah bon? Très inquiète que je ne sois pas élu. Ah non, parce que vous me dites très inquiète de ma victoire. Oh là là, mon Dieu, et de quel pays êtes-vous, monsieur? D'Italie. D'Italie? Oh, je crois que vous avez donné quelques exemples de paix civile remarquables avec les brigades rouges, un certain nombre Manupulité, la corruption de votre classe politique. Je crois que dans ce domaine, en effet, vous pouvez me donner quelques leçons. Alors vous n'avez rien à craindre. Voyez-vous, les juges français ne feront pas d'investigation en Italie et ne poursuivront pas d'Italiens. Rassurez-vous, vous pouvez rassurer vos compatriotes. Kort nadat bekend werd dat deze Le Pen onverwachts in de eerste ronde had gezegevierd en premier Jospin zijn afscheid uit de politiek had aangekondigd, ontstond in de straten van Parijs een spontane demonstratie voor de democratie met 10.000 deelnemers. Verslag van correspondent Saskia Dekkers. J'avais honte pour la France. Voilà, c'est tout, j'avais honte pour la France. Quoi. Mais moi, je le dis tous unis pour aller voter au deuxième tour. Voilà. La première chose qu'on a fait, c'est venir ici parce qu'on est vraiment indignés par rapport à ce qui se passe. C'est n'importe quoi. Le Pen et Chirac, de droite et surtout Le Pen au premier tour. C'est une honte pour la France. Parijs, middernacht, rue Saint-Antoine. De schokkende eerste voorspellingen blijken waar te zijn. De extreemrechtse Jean-Marie Le Pen gaat door naar de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Een politieke aardbeving, een schok. In Parijs gaan 10.000 mensen spontaan de straat op. Qu'on ne comprend pas et qu'il n'y aura pas que les autres pays qui vont s'étonner de voir la situation actuelle. On est des Italiens, des Autrichiens, on n'arrête pas de les critiquer. Et que nos slogans ils sont vrais, on est tous des immigrés d'avoir ce mec-là. Demain, on va avoir dans tous les journaux, on va avoir la France, la honte, quoi. C'est horrible. Mais moi, j'ai honte et je pense que c'est pour exprimer notre honte, notre colère et notre dégoût pratiquement d'être français, d'appartenir à une république qui n'a plus aucun sens maintenant, quoi. Non, mais justement, je pense que si on est là, c'est peut-être pour essayer, on ne peut pas parce que c'est trop tard, mais essayer de rattraper quelque chose. Et montrer qu'au moins il y aura des leçons qui seront tirées pas que par les politiques mais par les gens qui votent ou qui n'ont pas voté justement. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas voté, c'est peut-être pour ça qu'on en est là. Le Pen, Rothschild, sa mère. Le Pen, facho, Chirac, escroc. Le Pen, facho, Chirac. A fait 20%, c'est une réalité en France. Et le problème, je suis venu voir s'il y avait une partie de la France qui était également là pour s'opposer à ces 20%. Ces 20% existent. Il y a une partie de la France qui est raciste. Il ne faut pas l'ignorer. Le but, c'est pas de vivre dans l'hypocrisie, de faire comme s'il n'y avait pas de racisme durant 7 ans et subitement s'étonner aux élections que Le Pen réussisse à faire à passer en deuxième tour. Moi, je suis venu pour voir si je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Moi, j'étais déçu. Je suis venu voir si la France, il y avait une autre France que celle de Le Pen. Fasciste et
nazi. Allah, Allah, le Front National est F comme fasciste et N comme nazi. Allah, Allah, le Front National est F comme fasciste et N comme nazi. Allah, Allah. In de studio is staatssecretaris voor Europese Zaken Dick Benschop, op demissionair staatssecretaris. Ja. Van harte welkom, niettemin. Bent u zelf inmiddels een beetje bijgekomen van de schrik? Nou, het was een grote verbazing gisteravond. En het is ook een dramatische uitslag natuurlijk. En dat wordt ook zo in Frankrijk beleefd. Ja, schrikbeeld hè, voor de Fransen. Ja, zeker. Ze dus praten natuurlijk direct over het aanzien van Frankrijk in Europa. Dat iemand als Le Pen, een uitgesproken racist, een xenofoob, iemand die Frankrijk uit Europa weg wil halen als het ware, dat die nu in de tweede ronde tegenover Chirac staat, dat is een donderslag. Het is vooral zo'n hele slechte uitslag voor de socialisten. Hè? Is het in die zin een schrikbeeld voor uw partij ook, wat er in Frankrijk is gebeurd? Nou, wat duidelijk is, is dat er heel versplinterd gestemd is bij links. Dat Jospin niet in staat is geweest om voldoende kiezers te mobiliseren. Ja, Le Pen is iets vooruit gegaan. Dat is één kant van de uitslag. Maar het is toch ook dat vooral Jospin er niet in geslaagd is voldoende mensen op de been te brengen. Onderschatting geweest ook van die eerste ronde, denk ik. Iedereen was in gedachten al bij Chirac, Jospin. Linkse kiezers daar hebben ook trotskistisch gestemd, op de Groenen gestemd, op andere kandidaten. Ja, u geeft heel veel schuld aan de kiezers, hè? Is dat niet schuld van Jospin zelf? Dat is in de eerste plaats. Een hele slechte campagne heeft gehad. Uiteraard, dat is de eerste plaats de schuld van Jospin. Die heel erg op veiligheid heeft gehamerd. Die zelf het onderschat heeft. Ik denk ook dat de verkiezingen daar niet spannend genoeg zijn geweest. Maar die heel erg op veiligheid heeft gehamerd, verwijten ze hem nu, hè? Dat is een heel rechts thema. En als mensen daarop kiezen, dan kiezen ze toch het origineel. Jawel, maar het kan niet zo zijn dat wanneer blijkt ook uit zo'n verkiezingsuitslag dat zoveel mensen met dat onderwerp bezig zijn, dat linkse partijen zich daar niet mee bezig zouden houden. Ja, want ik moest ook eens aan Ad Melker denken, die natuurlijk hetzelfde heeft gedaan een aantal weken geleden. Die horen opeens over draaideurcriminelen, over zwaardere straffen. Ja, maar dat is ook goed. Want is er nog een parallel? Want het gaat ook over Chirac en Jospin, over rechts en links, die heel dicht bij elkaar zitten. Ja. En nu plotseling in een campagne duidelijk moeten gaan maken dat ze verschillen. En dat geloven kiezers dus ook niet. Ja, en in Frankrijk heeft dat een redelijk saaie verkiezingsstrijd opgeleverd. Dat hebben we ook in de reportages de afgelopen weken kunnen zien. Dat is in Nederland niet het geval. Ik denk ook na de gemeenteraadsuitslag van 6 maart, de nederlaag die ook de Partij van de Arbeid daar geleden heeft, dat de Partij van de Arbeid klaarwakker is. Dat iedereen in Nederland klaarwakker is en op het puntje van zijn stoel zit. Ja, maar dit zijn hele spannende verkiezingen. Maar het probleem is hetzelfde. Hè? Hoe leg je aan kiezers uit dat in de afgelopen jaren dus blijkbaar iets waar je zelf samen als tegenpolen verantwoordelijk voor bent geweest, zo belangrijk is dat jij iets anders wil dan de ander? Dat snappen kiezers dus niet. Ja, maar er zijn grote tegenstellingen, ook in de Nederlandse politiek. Ook tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. Tussen de Partij van de Arbeid en Fortuin. Die keuzes liggen nu op tafel waar Nederland naartoe gaat. En wat we echt zullen moeten vermijden in Nederland is dat zowel voor de Partij van de Arbeid als voor de Nederlandse kiezers we op 16 mei met eenzelfde slechte smaak in de mond wakker worden als veel Fransen vanochtend zijn geweest. En dat er zo'n kater ontstaat. We weten nu allemaal wat aan de hand is. Partij van de Arbeid voorop zorgen dat je je kiezers mobiliseert. Niets voor vanzelfsprekend aannemen. Mensen zijn zoekende, mensen willen antwoorden, mensen willen duidelijkheid. En daar gaat deze campagne ook in Nederland over. En dat is heel spannend. En dat wordt nog veel spannender op weg naar 15 mei. Ja, een betere campagne voeren dan Jospin dus. Zeker, want als je 16% haalt is het gewoon niet goed. Nee, is het een schrikbeeld voor Europa, deze Jean-Marie Le Pen? Zeker, zeker. Hoezo? Ja, zowel op het punt van wat hij voor Frankrijk voorstaat, zijn racisme, de uitspraken die hij altijd gedaan heeft, zijn afkeer van Europa, van Europese samenwerking. Terwijl de problemen die opgelost moeten worden, ook de problemen in Frankrijk, op het gebied van de criminaliteit bijvoorbeeld, asiel en migratie, maar ook milieu, de economie, dat kunnen we alleen in Europa doen als we samenwerken. En daar is Europa voor nodig. Dus als Europa nu uiteen zou vallen, wat iemand als Le Pen voorstaat, dan raken we allemaal verder achterop. Ja, vergelijkt u hem zelf trouwens met Fortuin? Iets waar Fortuin zelf zo ontzettend boos om wordt als dat gebeurt? Nou, het kenmerk eigenlijk is van Le Pen, van Haider en van anderen dat ze zeggen niks met elkaar te maken te willen hebben. Want iedereen vindt de ander veel erger, dus die eer gun ik Fortuin graag. Maar ja, je ziet toch wel dingen die ook in Nederland nu gezegd worden. U vergelijkt hem er wel mee?
Nee, maar ik zie het sentiment. Ik zie ook de uitspraken over de islam, over buitenlanders. Nou, maar goed, vergelijkt u hem er nou mee of niet? Ik vind hem geen Le Pen in die zin. Nee. Dus wat u zegt van wat in Frankrijk niet kan in Nederland, kunnen mensen wat dat betreft wel rustig op hem stemmen? Nee, ze kunnen niet rustig op hem stemmen, omdat het gaat wel weer over dezelfde wind. Het gaat wel weer over dezelfde onderwerpen. Er wordt wel in dezelfde richting geblazen. Ja, goed. Nou, nu we het over Europa hebben, blijf even zitten, praten zo verder. Laten we eens een voorbeeld nemen uit Europa dat niet zo voor de hand ligt. Denemarken, land dat niet iedere dag in het nieuws is, had al een streng asielbeleid. Er woonden weinig allochtonen naar verhouding. Het was er niet overdreven onveilig. En toch haalde met dezelfde thema's de rechtspopulistische Deense Volkspartij van Pia Kjaersgaard bij de verkiezingen van eind vorig jaar 12% van de stemmen. En omdat de centrumrechtse minderheidsregering zo vaak nodig heeft om een meerderheid van stemmen te krijgen, bezit de Deense Volkspartij een machtige speelfunctie in het parlement. Een reportage van Marcel Hammink en Aleid Markwart. What party did you vote for in November? The Danish Folk Party. And why? Because we need a change in Denmark. We need some reforms. In what way? We've got too many foreign people in there to Denmark. In november trok Pia Kjaersgaard 12% van de stemmen met haar Deense Volkspartij. Ze zit niet in de conservatieve minderheidsregering, maar om wetten door het parlement te krijgen is die regering wel van haar afhankelijk. The government has to listen to the Danish People's Party. Had to have discussions with us before they have majority. So of course we have very very big influence. Die invloed vanuit het Deense parlement zal grote gevolgen hebben voor immigranten, zegt sociaaldemocraat Sven Auken. We will get some very bad laws in Denmark. In fact, I think laws that will discriminate immigrants in our country in comparison with Danish citizens and be a complete break with the Danish tradition. Danish People's Party is an ultra-right party when it comes to integration and immigration. They don't like foreigners. They don't want them here. They want the Danish flag and they want the border and they don't like EU. They want tiny little Denmark to be on its own. De Deense Volkspartij hamert al jaren op het vraagstuk van immigratie. De partijleider wond er nooit doekjes om waar ze staat. Nutidens indvandrere er voor de meeste mennesker fra den tredje verden og hovedsageligt muslimer, som ikke har nogen som helst vilje til at blive en del af danskheden. Tværtimod ankommer disse mennesker med bagagen fuld af noget helt andet. De kommer meget ofte med den dybeste foragt for alt vestligt, for alt dansk og for alt kristent. In Denmark we have a Christian culture, a very old culture. We are an old nation, and it's very difficult to integrate people who really don't want integration, still want to be in their own culture, and to change the Danish culture. So, not to make too many problems in Denmark, we have to change the law. Access to Denmark would be severely limited. It would be more difficult for an immigrant to marry somebody from his or her home country. And those that are asylum seekers here, or that are to be integrated in the Danish society, all their social benefits would be cut in half. And penalties to be imposed on them will be much stiffer, and it will be more difficult to become a Danish citizen. So it's a very nasty mixture. Man er åbenbart den opfattelse, at når moral er godt, så må dobbelt moral være dobbelt så godt. Og ja til realisme! Vi siger nej til snæversyn! Og ja til tolerance! De afgelopen jaren werd al vaker gedemonstreerd tegen de verrechtsing van de Deense politiek. Mrs. Pia Kjaersgaard, she pulled the whole center of Danish politics to the right. And that was mainly on the immigration, mainly on the question of should we take in foreigners, should we integrate them. How long have you lived here? My whole life, I was born here. And you? I'm born here too.
You speak Danish fluently? Yeah. Yes. Yeah. Both? Both yes. of us, yeah. Both. Okay. What do you think of the Dansk Folk Party? What kind of party is it? It's a racist party, I think. Yes. They are unfair. They judge, they generalize and then they judge from there instead of judging in within. And that's the problem with them, you see. It is the racist folk party. Because you can see this is our country, you know. We have built this country. I work in this country, you know, hard, and this is as a mechanic, you know. But what about this is after 33 years, they say we are foreigner. Still they are saying foreigner. Denmark have received a lot of refugees for the last 10, 15 years. And it has just become too much. That's about time to say that now enough is enough. Toch is in Denemarken niet meer dan 1 op de 20 mensen immigrant. Ter vergelijking, in Nederland is dat het dubbele en is 1 op elke 10 van buitenlandse herkomst. If the foreigner come to Denmark and they don't have any place to stay, they get a place to stay in a month. If I don't have a place to stay, so I can live on the street. And I live in Denmark. It's my country. They have brought their families up here. It's not only the people working here, but they bring up their families. That's the problem. The old people who only have the pension to live off don't get half as what the foreign people get. The average Danish People Party voter will be very much the disappointed Social Democratic voter. The small man, the pensioner on the very basic things. It will be the insecure, it will be the person who feels left out after 8 years of Social Democratic government, who feels that he was ignored, that he couldn't shout up who the people who were supposed to represent him. And then they skipped simply the Social Democratic Party and they moved to Pia Kjærsgaard. Right-wing parties, we know it from the Nazi and the fascist parties and so on, recruited voters from the labor movement. They have always done so. I think Svend Auken and many other social democrats are very angry because we have taken many, many voters from the Social Democratic Party. De Deense Pim Fortuyn. Zijn we terug bij Dick Benschop. Deel van de schuld net werd neergelegd bij de Deense Sociaaldemocraten. Ja, die waren de vorige minderheidsregering. Die moeten zich dat ook zeker aantrekken. Maar je moet ook kijken, vind ik, naar de centrumrechtse partijen in Denemarken. De Venstrepartij met premier Rasmussen, die nu aan de regering is. Die heeft ook toch wel erg ook in de eigen verkiezingscampagne de ideeën van Pia Kjærsgaard eigenlijk salonveeg gemaakt. Die is er zelf mee op de loop gegaan. En op zo'n moment, dan krijgt dat gedachtegoed natuurlijk ook nog veel meer wind in de rug. En ik vind dat ook centrumrechts in Europa daarover moet nadenken. Ja. Maar er is toch iets raars aan de hand. Want Denemarken, nou, wordt altijd in Nederland als voorbeeld gegeven van een land met een strenge asielprocedure. Hè? Geen lange procedures die maar duren en duren. Relatief weinig worden we net ook asielzoekers in het eigen land. En toch extreem rechts dat zo ontzettend wint. Ja, nou, de angst blijkt in Denemarken dan ook groter te zijn dan de feiten. En de discussie in Europa is dus hoe gaan we om met open grenzen? Hoe gaan we om met een open economie? Hoe kunnen we mensen daarbinnen zekerheid bieden die ze ook vragen? Ja, dat ene Europees asielbeleid hè, waar u altijd op hamert. Ja, dat is natuurlijk hoog nodig. En natuurlijk, het zijn juist niet die extreemrechtse partijen die in staat zijn Europese oplossingen te maken. Maar omdat, omdat die eigenlijk hun eigen land steeds weer uit Europa isoleren. Terwijl je dit soort vraagstukken van asiel en migratie alleen Europees kunt oplossen. Maar wat zal dat gaan helpen? Als je ziet dat in een land als Denemarken, waar ze weinig problemen hebben, extreemrechts toch ontzettend populair is. Ja. Dus stel al dat dat ene Europese beleid er komt, dan zal dat extreem rechts nog niet de wind uit de zeilen nemen waarschijnlijk in Denemarken. Nou, maar het is wel een deel van de oplossing. Omdat we kunnen niet doorgaan met het maar elkaar concurreren met het asielbeleid of het afschuiven van asielzoekers. Als er een heldere Europese lijn komt met gezamenlijke procedures en dezelfde opvang, dan denk ik dat het ook gelijkmatiger verdeeld zal worden. Dan ziet het er beter uit. Dat is iets echt wat moet gebeuren. 5 en 15 mei. Dat zijn de eerst komende data dus, hè? 5 mei in Frankrijk, 15 mei in Nederland. Wat is nou de belangrijkste les die wat u betreft uw partij nu kan trekken? Duidelijkheid over wat er gebeurt, niet alleen in de verkiezingen, maar ook wat er met Nederland gebeurt na 15 mei. Zorgen dat de eigen partij, de Partij van de Arbeid, klaarwakker is en dat alle kiezers tot in het
puntje geïnformeerd zijn over wat de keuze is en wat de consequenties is. Dat niemand wakker wordt op 16 mei van ik heb het toch eigenlijk verkeerd gedaan. Dat we weten wat we doen. Ja, we hebben in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen gehad, bedoelt u. Het is niet echt een eerste ronde waar je de tweede ronde niet meer vanaf kan. Nou, dat heeft ook wakker geschud. Dat heeft de politieke partijen wakker geschud. Partij van de Arbeid voorop met de nederlaag die geleden is. En die les is geleerd en die trekken we door. En ik denk ook dat kiezers heel goed zitten op te letten nu. Wat gaat er gebeuren? Waar gaan we naartoe? Er is een boodschap van duidelijkheid. Er is ook een boodschap van vernieuwing. Die wordt begrepen ook door de Partij van de Arbeid. En er zijn alternatieven. Het land kan een heel andere kant op gaan. En ik denk mensen dat op weg naar 15 mei ook heel goed zullen beseffen. En dan kiezen voor verantwoordelijkheid. Oké, okay, nou dat is een aantal weken verder. Hartelijk dank voor de komst. Laten we eerst eens kijken in Rotterdam. Terug in Nederland. Ook daar is het even wennen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Rotterdam een college van wethouders zonder de partij van Dick Benschop, zonder de Partij van de Arbeid. Vandaag maakte Pim Fortuyn en de lijsttrekkers van CDA en VVD bekend dat ze erin geslaagd zijn de wethoudersposten te verdelen. Rotterdam wordt vanaf nu geregeerd met, zoals ze dat zelf noemen, nieuw elan. Ze hebben de smaak te pakken, want waarom zou wat in Rotterdam lukt niet ook in het hele land lukken? Een reportage van Jan van Loenen en Menno de Galan. Wees smakelijk. Een college om de vingers bij af te likken. Ja. Het nieuwe stadsbestuur rondom de Bruidstaart. Een aardigheidje van formateur Rinus van Schendelen. De politicoloog van de Erasmus Universiteit timmerde het nieuwe college in elkaar. Rinus, jij nog? Ja. Oké. Nou, dat is wel heel gezond. Je moet vooropstellen, echt waar, het bewerkstelligen van politieke chemie. Het is gewoon een vrijage. Maar als ja, externe, met zo'n man van Fortuyn erbij. Nee, maar als externe kan ik natuurlijk nooit plaatsvervangend gevrijen. Informeel gaan, rustig, tijd nemen, elkaar de ruimte geven. Ook als de twee door elkaar praten, zeggen hij eerst, dan jij. En zo bouw je uiteindelijk stapje voor stap ook met elkaar op pad gaan. Of het nou een voetbalwedstrijd is of een voortreffelijke Chinees hier net om de hoek. Kortom, de coalitie werd soepel gesmeed. Het college Leefbaar Rotterdam CDA-VVD gaat zich in ieder geval richten op de veiligheid in Rotterdam en een streng toezicht houden bij de inburgering. Wij willen een Rotterdams Deltaplan in het kader van inburgering de komende maanden gaan opstellen om ervoor te zorgen dat ze die stad leren kennen, dat ze de gemeenschappelijke waarden en normen leren kennen en dat ze echt goed die taal en die inburgeringscursussen gaan volbrengen. Ik zou zeggen dat dat een omslag is in de houding van betutteling. Van u bent zielig en een soort ziekenhuisachtige sfeer. Naar van, u bent hier naartoe gekomen. U bent hier welkom. Wij geven u alle middelen om uw integratie zo goed mogelijk te realiseren. Maar we verwachten van u ook een enorme hoeveelheid energie en een zeer grote dosis enthousiasme. Nou, ik zou zeggen dat is een trendbreuk. Dus niet dat zielige van kom maar bij papa op schoot zitten, geen sprake van. We gaan ervan uit dat deze mensen die deze stap gezet hebben, heel energiek zijn. En die energie dan tot voor iets positiefs, namelijk integratie en het verwerven van een maatschappelijke positie in onze samenleving, ook willen gebruiken. De toon is gezet. Er gaat een nieuwe wind waaien op het stadhuis. Pim Fortuyn blijft buiten het college om zich bezig te gaan houden met de landelijke politiek. Maar als er gevraagd wordt om een reactie op de verkiezingswinst van Le Pen, is hij weer ouderwets fel. En jullie als journalisten horen eens op te houden met politiek te bedrijven, maar gewoon objectief weer te geven wat er gebeurt. Dit is toch democratie of is het geen democratie? Oké. In hoeverre is het coalitieakkoord dat is zojuist? Nee, dus ik word weer boos op een journalist. Ja, ik word er zo ziek van. Waarom moet ik wat van meneer Le Pen vinden? Daar heb ik al niks mee te maken. Meneer Fortuyn heeft niet over Le Pen. Elders in het stadhuis zit PvdA-krek Hans Combrink, geen vriend van Fortuyn. Hij signaleert wel een verband tussen Le Pen en Fortuyn. Dat populisme dat waait als een spook door Europa. We hebben het in Hamburg gezien. Nu in Frankrijk het afgelopen weekend. Het is een breder verschijnsel dan alleen in Rotterdam. En de heer Fortuyn staat hoog in de peiling in het hele land. Ook dat is dus een breder verschijnsel dan in Rotterdam. Dus die relatie Fortuyn-Rotterdam in de uitslag is maar een hele dunne. Ja, u vindt het wel gepast om zo'n vergelijking te maken met Fortuyn en Le Pen? Ja, want dit is onderdeel van een bredere stroming in Europa. Die je in ieder geval onder de term populisme kunt samenvatten. Toch vooral een positie ter rechterzijde als het gaat om de items, vooral op het buitenlander vraagstuk,
als het gaat om de items, het veiligheidsvraagstuk. En dat is een verschijnsel wat niet tot Nederland beperkt is. Het zijn Kommerings laatste uren als wethouder van Rotterdam. Een lange traditie houdt op te bestaan. De sociaaldemocraten zitten nu niet meer in het stadsbestuur. Dat gaat me aan het hart. Het doet je wat dat PvdA voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, en als je de SDAP meerekent voor de oorlog nog langer, niet in het college zit. Dat is voor deze stad natuurlijk ongekend. Daar moeten we niet omheen draaien, dat is zo. En dat is iets wat boven mijn persoonlijk element uitstijgt, of ik nou wat langer nog wethouder ben of niet. Voor de beweging vindt u het erg? Of... Precies, precies. Voor de positie van de PvdA in deze stad. En dat is iets wat minder met mijn eigen wethouderschap te maken heeft, want wie dat ook zou doen. Hè, dit is fundamenteler. En dat ligt er niet om. Even verderop is het feest. Fortuin is het middelpunt en deze collegevorming smaakt naar meer, vindt hij. Ik vind het een fantastische combinatie. Ik kon het goed met de mensen vinden, ook inhoudelijk. Dus wat mij betreft, na 15 mei mag er zo'n kabinet op landelijk niveau komen. Ja. En dan graag natuurlijk met de lijst Pim Fortuyn als grootste. En Van Schendelen als formateur? Nou, hij heeft het fantastisch gedaan, dus ik heb het wel onthouden. Zou u dat willen of zegt u van tevoren, dat begin ik niet aan? Nee, kijk, dan zou ik eigenlijk tegen Den Haag willen zeggen, maak dan eerst een paar padstellingen en vreselijke ruzies. Maak er eerst een puinhoop van. Dat doen ze tijdens de campagne wel. Ja, nou. En liefst nog even daarna. En dan kom ik wel eventueel in de tweede ronde om de hoek kijken. Want het is veel leuker. Het is veel leuker werken vanuit een slagveld. Komende donderdag presenteren de nieuwe wethouders zich aan de Rotterdamse gemeenteraad.